De FRISC, een Fast Raiding, Interception en Special Forces Craft van het Korps Mariniers, elite-eenheid van de Koninklijke Marine. De FRISC zijn breed inzetbaar, van amfibische operaties en maritieme onderscheppingen tot het optreden in rivieren en bij speciale operaties. Met zijn 12 meter lengte kan hij bij elke zeegang op volle snelheid ingezet worden. Naast de bestuurder en de navigator bestaat de bemanning meestal uit 3 boordschutters en een bedienaar van de vliercamera. Daarnaast is er plek voor maximaal 5 opstappers. Een boarding craft wordt ingezet voor het onderscheppen en enteren van vijandige schepen. Bijvoorbeeld tijdens de antipiraterijmissie in Somalië. Bij amfibische landingen en operaties in riviergebied wordt een raiding craft ingezet. Dit type kan landen op het strand of langs een rivierbedding. De support crafts worden ingezet in het Caribisch gebied, waar ze samen met patrouilleschepen van de marine de strijd tegen drugsmokkel aangaan. Snel, flexibel en multi-inzetbaar. De FRISC is het perfecte vaartuig voor het Korps Mariniers.